welkom bij Vitalimo Vlog. Ja, ik ben nog altijd in Disneyland. Het is vandaag mijn vijfde dagje en er zijn al twee vlogs vooraf gegaan. Ja, ik kreeg maar iets goed van Disney, maar het is wel mijn laatste dag vandaag, want morgen ga ik terug naar huis. En dan ga ik misschien wel andere parkjes of zo bezoeken. Maar goed, ik was hier gisteren ook trouwens en ik heb niet gevlogd. Maar ik deed ook een rondje met Twan nog gisteravond en Twan vertelde mij dat hij eigenlijk wel eens graag zou vastzitten op een attractie. Maar ik vertelde dat ik dat al meegemaakt had bij Pirates. En ik dacht, wij gaan Pirates doen en toen wij in de wachtrij komen, dan gebeurde dit. We hope to be back in operation very soon. Please remain seated. Thank you. Ja, helaas zaten wij niet op de attractie, maar het was toch wel eens mooi om te zien dat die magie ergens wel verdwijnt als de grote lichten aangaan. Dat was precies een ander beeld, dus ook wel leuk om mee te doen. Het is vandaag mijn laatste dag hier in Disneyland. Ik ga vandaag wat hopperen tussen de studio's en het park hier. Ik ga ook nog wat shoppen. Ik heb gisteren al iets gekocht in Sony. Maar ondertussen, mijn favoriete show was bezig, dus was het iets te raden. Maar straks ga ik hem zeker nog een keer gaan bezoeken. Ik ben gisteren ook naar de nieuwe show in de studio's geweest. En wil je weten wat ik ervan vond, dan moet je zeker een keer terugkijken naar de afleveringen van Vitalimo Test Uit, want daar heb ik mijn mening erover gegeven. Dus ik zie wel wat vandaag gaat doen. Ik denk niet dat ik nog veel attracties ga doen. Ik ga ook niet super lang in het park blijven vandaag. Dus ik blijf niet tot vannacht, of gewoon tot 's avonds laat, toch denk ik. Want morgen moet ik een handstuk rijden met de auto en ik zou graag uitgeslapen zijn. Ik moet ook nog mijn kampeerspullen enzovoort opruimen. Maar morgen ga ik ook nog ergens anders naartoe onderweg. Dus zien we wel wat dat gaat geeft. In ieder geval, ik neem jullie terug een dagje mee hier in Disneyland. En ik zie wel wat er nog allemaal op onze pad komt. Wat mee gaan terug zeker. Ze weg. Let's dreams and shine brighter. Kom aan. Yeah.
Thank you.
Bienvenue à nos nouveaux passagers. Pendant le trajet, nous allons passer à l'intérieur. Infatti stavo pensando la stessa cosa. Ja, de trein is altijd een beetje reizen, ook hier in Disneyland. Ik ben net voorbij It's Small World gekomen en die attractie had ik gisteren ook gedaan. Die doe ik vandaag niet, want dat is een half uur aanschuiven en ik vind het de moeite niet voor die attractie. Maar wat ons gisteren opviel, dat er toch een deel animatronics van die poppetjes niet werkten. En dat er zelfs een paar zo weg waren. En ja, dat zou eigenlijk wel niet mogen bij een attractie die nog maar pas helemaal vernieuwd is en ja, nog niet zo lang open is. Maar goed, ja, ik zag ook, ik pas hier nu voorbij Princess Pavilion en er waren wachttijden tot 160 minuten. Ja, dat zou ik er ook niet voor over hebben om daar zo lang te staan wachten eigenlijk. Maar goed, er zijn mensen die dat wel doen, maar we gaan een stapje verder. Er waren eigenlijk overal super lange rijen bij de gewone eten, dus zei ik eventjes, ga eventjes kijken naar de app, wat er nog kan gereserveerd worden. En dat kon. Dus heb ik hier kunnen reserveren bij Agrabah. Vroeger ben je nog nooit geweest. Maar benieuwd wat het hier allemaal heeft. En eigenlijk ben ik hier sneller bediend, want ik had een reservatie en 5 minuten later zit ik hier al aan een tafeltje om hier te gaan eten. Dus ik ga even genieten. Allee ho. Ah, par rapport à ce qui s'est passé avec... Ziezo, het middagmaal is ook wel weer voorbij. Ja, dat is eigenlijk eerder een namiddagmaal. Maar ja, ik had overal gaan kijken om iets te eten, maar het waren lange wachtrijden. En er was gewoon nog plaats in Agrabah Café. Ik ben er pas dan ooit geweest. Ja, wat ik ervan vond, dat kun je zien, of heb je al gezien, in een aflevering van Vitalimo Test uit. Dus ik ga nog wat verder, maar ik ga stilletjes aan hier het Disneypark verlaten. Ik ga nog 1 keer Shine en Brighter daar nog een keer gaan bekijken, want ik hou ervan. En september is het gedaan met die show. Dus dat ga ik nog wel kijken, dan maak ik de oversteek naar de studio's. En ik heb ondertussen ook al iets geshopt, maar dat ga ik later nog wel een keer tonen, want het wordt niet zo. Nee. Dus salutjes. Ondertussen eigenlijk al een tijdje hier in de studio's. Ik ben toch niet gebleven in het andere park voor de Shine, Shine Show, de 30-jaar show. Ik had er eigenlijk graag op het middenplein gestaan, maar het was eigenlijk behoorlijk warm en het was een beetje te warm bij me gedacht. Dus dat heb ik gewoon nog eventjes zo zien voorbij zoeven, bij wijze van spreken. Maar ik ben naar de studio's park gekomen. En wat mij eigenlijk ook wel opvalt bij mezelf, dat is dat soms dat je
attracties herontdekt. En recent heb ik dat ook gedaan met de Hollywood Tower. En ja, ik ben er gewoon terug weg van. Het was een tijdje geleden dat ik die gedaan heb. Ik vond hem fantastisch. Ik denk dat ik hem de voorbije dagen een keer of 11 of 12 gedaan heb. En ja, ieder ritje is ook uniek. Maar kijk, ik ga hier een reekske fotootjes laten passeren van onkel Jurgen op de Twilight Tower of dingetjes. Je weet wel, dat hotel waar er niemand wil in slapen. And the people aren't as hideous as Rocket says. Vous n'êtes pas tous moches. Wow, c'est pas le genre de truc à balancer ici, ça. Je suis une visiteuse de votre monde étrange et de vos coutumes bizarres. Can you please not yell? Let's move on. Okay, let's get to it. Créature avancée de la Terre. Je suis Star-Lord. I am Gamora. And I am Mantis. Et nous sommes les gardiens de la galaxie. Ik ben hier nog even aan het shoppen en ik had eerder gezegd in deze vlog dat ik jou nog of jullie nog een keer wilde laten zien welke trui ik had gekocht. Nou, die zit mooi in een zak, maar ik ben er een wekelijksaam hangen. Dus het is de dien. Wat kan dat forever? En dat was hier 70%. Dus in plaats van, ik weet niet of dat die origineel was, maar dat even vergeten. Ik heb de loeren, hè. Kost hem maar €60 en ik heb hem gekregen. Ik kijk op die lijst hier die hangt. Voor €18 en daar hing er nog wat abonnementsprijs vanaf. Dus eigenlijk hadden die trui voor €14. Het is een badje, hè. Voilà. Dus jullie hebben dat ook gezien, hè. Maar ben je nog een keer aan het rondlopen in die shop hier in Disney Village. Ook leuk. Vooral leuk voor de kassiers voor hun kassa, denk ik wel.